Goedemorgen, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zie je het meteen al: er zijn hooguit wat sluierwolken, maar Nederland is zeer goed zichtbaar vanuit de ruimte en dat betekent dus vanochtend volop zonneschijn. Temperaturen lopen snel op, want de Zuidwestenwind voert warme lucht aan. Tussen 11 en 4 uur vanmiddag hebben we wel zonkracht 7. Dus de hoge temperaturen van 22 tot 27 graden gaan wel samen met de kans op snel verbranden. Zorg voor goede zonnebrandcreme of beschermende kleding, want het gaat echt rap vandaag. Vanavond blijven de temperaturen landinwaarts ook nog lang aangenaam. Het is vrijwel windstil, dus een ideale zomeravond zou je bijna kunnen zeggen. Morgen wordt het warmer. 29 tot 31 lokaal 32 graden. De zonkracht blijft hoog en de zon schijnt volop. In de namiddag en avond komt er een westelijke wind en die brengt dan vanuit het westen weer koelere lucht. Maandag, dinsdag en woensdag moeten we rekening houden met buien. Het zullen niet allemaal totaal verregende dagen zijn, maar er zitten wel een paar kletsnatte momenten tussen. Temperaturen blijven prima, 20 tot 25 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.